Lieve Yeshua, we kijken om ons heen en zien steeds meer geweld in de wereld. We vragen ons af waar dit naartoe gaat. De tijden zijn moeilijk en veranderen snel. Als gelovigen in deze donkere tijden weten we dat we hoopvol mogen uitzien naar de toekomst en verlangen we naar uw komst, onze bruidegom. Want we weten dat er nog een grote exodus zal komen. God zal de wereld in de Messiah Yeshua definitief bevrijden van de farao van deze wereld, die nu nog rondgaat als een briesende leeuw. Uw aanstaande wederkomst geeft ons hoop op de toekomst en vrede in de wereld. Laat dit feest een generale repetitie zijn geweest van uw reddingsplan, totdat we voor altijd aan uw tafel mogen zitten, zo op aarde als in de hemel. Amen. Wees gerust, mijn kinderen. Wees niet bang. Ik ben de koning der koningen, de morgenster, de Messias, zoon van David. En ik leef. Ik ben het die leeft, ook al was ik dood. Hij die oren heeft, luister naar wat de geest zegt tegen de kerken in Nederland. Word wakker uit jullie slaap. Wees alert en versterk samen datgene wat jullie nog hebben. Oordeel elkaar niet meer. Sla samen de handen bijeen. Weet wat God jullie gegeven heeft. Want ik kom als een dief in de nacht. En wie overwint, zal ik geven van de verborgen manna. Ik ben het begin en het einde. De Alpha en Omega. De Alef en de Taf. Ik ben de Taf. De Omega, dat is 400. Ik ben de 400. Maar jullie ook. Want elk deel van jullie is een deel van 400 vanavond. Een deel van mijn lichaam. Een deel van mij. Samen vormen jullie één geheel. Hij die overwint zal ik laten eten van de boom van het leven. Hij zal de Taf op zijn voorhoofd schrijven als een zegel van de koning der koningen en zijn naam in het boek van het leven schrijven. De komende tijd zal niet makkelijk zijn, maar wees niet bang. Ik ben bij je en ik kom spoedig. In Israël en alle Joodse families wordt op Pesach altijd nog een vijfde beker gevuld. De beker van Elia. Dat is de geest van Elia die aankondigt dat de Messias komt. Ook wij mogen uitkijken naar de Messias. Zoals Jezus zei, kwam Johannes de Doper in de geest van Elia. Maar als die weer komt, zal dat ook weer zijn. Als aankondiging van hem. Daarom schenken wij vanavond ook weer de beker van Elia, ook in de hoop dat hij snel terugkomt en wordt aangekondigd. Ik vul de beker. En toch moet die deur weer open. Kokkie, wil jij alsjeblieft de deur openzetten? Zo zetten wij de deur open om de Heer in ons hart te laten. Altijd op Pesach wordt dat gedaan. En in Openbaringen staat er: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem zal horen en de deur open doen, zal ik hem binnenkomen. En ik zal bij hem avondmaal houden. En hij met mij. Laat de Heer ook in uw hart.
En alle zeggen, Maranatha. Kom, Heer Jezus, kom. Blaas met de adem van uw geest op ons. Raak ons aan zodat uw leven komt. Geef ons geloof hier in uw werk. In onze zwakheid betoont u zich sterk. Dat zal branden tot het laatst.